Goeiedag, Mees is nog op vakantie, dus je krijgt van mij het weekend weer. De aanloop naar het weekend verloopt vrijdag onder een wolkendek en daarbij is er zelfs kans op een enkele bui. In de loop van de vrijdag breekt het wel open, de zon laat zich zien, de temperatuur haalt zo'n 20 graden en de vrijdagavond, die wordt dan wel een stukje koeler. Het klaart namelijk breed op, wat zorgt dat de temperatuur daalt en het in de nacht zo'n 8 tot 10 graden gaat worden. Zaterdag is met een 22 graden een prima dag. De zon laat zich vaak zien, hoewel de kans groot is dat stapelwolken ten tonele verschijnen. De zondag begint niet veel anders. Zon en stapelwolken sieren de lucht. De temperatuur is wel iets lager, zo'n graad of 20. Landinwaarts, daar is het iets warmer, rond de 22 graden. In de loop van de zondag nemen de wolken wederom toe en nu kan de regen uitkomen. En dat is een beetje een opmaat naar wat we komende week kunnen verwachten. Herfstachtig weer. De temperatuur daalt naar 16 tot 18 graden. Er komt regen en er komt een krachtige wind. En dat is heel logisch voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht. Op onze website vind je meer en actueel nieuws uit de regio. Kijk daarom op woerden.tv. Goeiedag.